Ik ben... Nee. Ron. Ik ben Remco. Ron. Mr. Lee kan er niet bij zijn. Hij is in het lab. Vandaag. Zoals jullie hebben beloofd in de eerste ronde Remco van dit seizoen. De tweede. We gaan onze allereerste kabouter video bekijken. Plus, we geven een review van deze audio splitter van de Action van 79 cent. Hij is van Lab 31, daar werkt Mr. Lee. Oh, nu snap ik het. Oh, Mr. Lee heeft deze ontwikkeld. Ja. Oh, oké. Zet die kabouterfilm maar aan. Zet maar aan. Mensen te wachten. Ja, ik ben toch bezig, man. Mensen te wachten. Hij doet het. Ja, jongens, de eerste kabouter, we waren hier 14. Kabouter, kabouter in, kabouter. Zonder gordijn. Zonder gordijn. 2009. Kabouter in, kabouter zonder gordijn. Ik heb geen gordijn. Nou jongens, dat was het. Tot volgende week. Tot volgend seizoen. Volgend seizoen, we gaan weg. Dus, yo! Zo, 2017 zijn we weer terug. Laat ze niet vallen. Geintje, geintje. Jongens, dit was een geintje. Dit is wel onze eerste kabouter video, maar het duurt maar 14 seconden. Ja. Daarom hebben we jullie verrassing, want we gaan nog een video kijken en daar gaan we op reageren. Ja, een compilatie van een serie die we hadden. Heel goed acteerwerk, dus dat was een waarschuwing. En je moet niet thuis na doen, dit is wel gevaarlijk. En de stunts waren echt. Misschien moeten we meer context geven over het feit dat we überhaupt een hele show hebben gemaakt toen we 14 waren. Wij maakten filmpjes vroeger en dat noemden we de droogshow. Nou, we moeten wel aan vrienden laten zien, dat we lachen. Ja, maar ik ga het niet op YouTube zetten. Nee. Hey, ik lust er wel lekker. Tenzij we misschien wel 200 subscribers hebben. Ja, dus laat het aan je vriend zien. Zeg, hé hey man, dit is tantoe grappig. En zegt ze, oh man, je hebt tantoe gelijk vriend. En dan gaan ze abonneren. En dan denken wij, what? En dan gaan we die video's uploaden. En dan denken jullie, hé hey man, tantoe grappig, alweer. En dan zeggen wij, ja, ja, dat heb ik toch gezegd. Wij zeggen toch al in elke video dat we grappig zijn. Waarom luisteren jullie niet? Mama! Nee, niet slaan! Zeg, dat is wel een lekker drankje. Heb je nog wat? Nee. Niet nu? Oké. Okay. Misschien passievruchtenwijn? Oh, oh, die was niet van jou. Jongen, jongen, jongen. Je hebt ons al opgedronken. Nee, onze passievrucht. Waarom heb je hem opgedronken? Ik heb die van mij expres niet opgedronken. Ik wist niet dat hij vol moest blijven. Had er dan überhaupt even in geplast dat het leek alsof ja. Hé, hey, wat een mooie mok. Waar komt die nou weer vandaan? Van een fan gekregen. Ja, we hebben het niet zelf gemaakt. Wees maar niet bang. Mijn moeder heeft hem gemaakt. Start de video! Woe! Zo. Goeie video hoor. Eén. Oh. En twee. Auw! Dit deed echt heel veel zeer. Dit deed echt heel veel zeer. Dankjewel man. Even kijken wat erin zit. Auw. Als ik heel eerlijk ben, waren we best wel lelijk. Ja. Maar wel grappig. Ja, je had het makkelijk. Ik deed vrijwillig, maar. Ja. Dit zijn stukjes uit part 2. We hebben 3 delen. Vandaag ga ik met ons. Ja, ik heb dat ook echt 3 keer gedaan. Ja. Maar dat was leuk. Waar zijn mijn spellen? Volgens mij ben ik ze kwijtgeraakt. Ah! Oh! Hé! Hey! Kijk eens uit! Nee! Je moet je moeder verluiten gewoon op de achtergrond. Dat god fluit mijn moeder, jongens. Ja, man. Ja, ik zal zeggen. Ja, mijn moeder belt en fluit tegelijk. Dat is mijn vaders trui. Toen had ik gewoon een geel horloge, hè, toen. Ga je vangen? Ja, Tommy Hilfiger. Oh mijn god! Ben op de camera gevallen. Doe maar, macho. Kijk, even uitleg. Dit is een hele mooie snapshot. Doe maar, macho, ja. Ronco, waarom zeg je dat nou? Ik heb geen idee. Ik bedoelde waarschijnlijk doe maar maestro. Got things mixed up in my head, like always. Dat is een quote die we nog steeds gebruiken. Ja. Doe maar macho. Doe maar macho. Wow, dat ding is vet vals. Zo!
Nee, niet karnemelk! Het hebben we zo lang moeten opruimen. In het tapijt. Hier heb je een doekje. Nee, nee, echt niet. Zijn we veranderd? Nee. Want dan gaan we als een nieuwe melkvideo uploaden. Dit is nog steeds ons als we gaan chillen. Deze video heette trouwens Melk. Vandaag ga ik nadenken over de zin van het leven. Ik heb een dreigbrief ontvangen. In die dreigbrief stond: ik ga de hele dag balletjes naaien. Kon ook gewoon niet eens even een stuk papier pakken, hè? Dat vond ik niet leuk. Nou, hij wilde met die dingen werken. Wat was dat? Puberteit. Goed kapsel, hoor. Oh, maar nee, hij zat heel boos. Gelukkig heb ik hem goed voort. Goed voort. Dit is toch veel te sterk. Ik kom hier nooit doorheen. Ik geef het op. I won! Thank you! Ah! Hij heeft het gevecht verloren en is nu dood. I lost! Helemaal niet! Jongens, dat was hem. Ik stond heel hard. Bam! Mijn review over de audiosplitter van The Action featuring Mr. Lee. 2 sterren. Waarom? Want we moesten het geluid op 100% zetten om iets te horen. Dat is wel waar. En op het begin hoorde ik alleen wat aan mijn rechterkant. En toen na een tijdje prutsen, toen pas, lukte het. Maar ik geef hem wel 3 sterren. Ja, hij is wel 79 cent. Dus dat hij überhaupt wat doet is al... Nou jongens, vonden jullie dit fijn om naar te kijken? Laat het weten. Misschien kijken we nog meer oude video's. Ik vind het op zich geen probleem. Maar het is wel een klein beetje gênant. Dus hou er rekening mee. Het is een beetje een probleem. Maar we hebben nu wel betere kapsels. Tevens het eind van het seizoen. Er komt nog 1 video aan, echt een spetter van een video. Ja, hij is goed. We weten niet zeker of die zondag komt of volgende week donderdag. Moet even kijken hoe het loopt met de tijd, want het is best wel een... arbeidsintensieve video. Tot nu toe hebben jullie iets van 35 video's om terug te kijken als je ons mist. Dus laat ze aan je oma zien, film maar een reactie en zet het op onze Facebookpagina. Wat als je geen familie meer hebt? Dan spijt het ons. Als je geen familie hebt, dan stuur je een brief. Of een reactie. En dan gaan we naar je toe. En dan zullen dan gaan wij persoonlijk naar je toe. Dan gaan we echt een hele leuke dag hebben. Ja, want dat is echt heel zielig als je geen familie ja, hebt. Stuur even dan een privébericht op Facebook of zo. Je zegt stuur een brief, maar... En dan zien we je dan. Let me know in the comments. Heb je liever een gênante video uit het verleden die online komt? Of geen been? Check je later. Oh, oh, oh.